Duurzaamheid binnen de CARICOM-lidlanden kan worden bereikt door de eenheid en economische integratie binnen de Caribische gemeenschap te behouden en verbeteren, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vandaag in het kader van de herdenking van 50 jaar CARICOM op 4 juli aanstaande. De ceremonie bestond uit het hijsen van de vlaggen van de CARICOM en van Suriname. De bewindsman stelt verder dat het voornaamste doel van CARICOM is dat landen binnen de organisatie een integrale samenwerking aangaan op zowel politiek als economisch gebied. In sommige gevallen werkt het wel, in sommige gevallen niet. De afgelopen maanden, eigenlijk de afgelopen 2 jaar, is er veel gedaan, ook onder het voorzitterschap van Suriname, om die eenheid, die sterkte van CARICOM nadrukkelijker te demonstreren. Er is een goede sfeer van samenwerking, maar uiteindelijk gaat het erom dat we resultaten boeken. CARICOM jeugdambassadeur voor Suriname, Fay King, onderstreepte het belang van het creëren van bewustwording over CARICOM onder de jeugd. King is van mening dat dit de toekomst van de organisatie deels kan garanderen. Het is belangrijk om jeugdigen bij te betrekken bij beleidsmakingsprocessen, om jeugdigen jeugdparticipatie te stimuleren. Dus dat willen wij voor de volgende 50 jaren. En we zijn heel trots dat we al 50 jaren als één regio kunnen samenwerken. Het doel van Suriname is om de stem te blijven van het Nederlands sprekend Caribisch gebied. Het is belangrijk dat we goed gerepresenteerd zijn en dat ook onze stem telt binnen de regio. De CARICOM telt 16 lidlanden. President Chandrika Persat Santokhi zal de komende week afreizen naar Trinidad en Tobago voor de 45ste CARICOM-staatshoofdenvergadering. Deze bijeenkomst staat in het teken van de herbevestiging van de oorspronkelijke doelen van de CARICOM, aldus Ramdin. Het hijsen van de vlaggen heeft in de afgelopen dagen in de verschillende lidlanden plaatsgevonden.